Ja, lekker reflecterend achterkantje. Welkom weer bij een nieuwe video. Mijn naam is Erik Vervuren en in deze video gaan we kijken naar de Honor 9X. Ik zeg Honor, want naar mijn idee is dat de uitspraak zoals we hem hier in het Nederlands hebben. Maar gelijktijdig is hij natuurlijk in Amerika is het gewoon Honor. Hetzelfde probleem hebben ze trouwens bij het moederbedrijf van Honor. Dat is Huawei, en oftewel op zijn Amerikaans Huawei. En in deze video gaan we kijken of die 48 megapixel die naar verluidt hierin zit, zo goed is dat ze zeggen. En kijken wat voor meer functies er nog in zitten voor €199. Het motto van Honor is dat ze flagship modellen willen aanbieden tegen een midrange prijs. Nou, klinkt ook best veelbelovend. En qua specificaties is hij dat op zich ook wel. Hij lijkt wel weer heel erg qua specificaties dan op de View 20. Dat is een telefoon die al langer op de markt is. En de 9X kon je al vanaf juni in China krijgen en vanaf oktober dan eindelijk ook in Nederland. Dan wordt hij met twee kleuren leverbaar in Midnight Black en Sapphire Blue. Nou, dat is dus deze. En dat is dus geïnspireerd op een diamant. Zij noemen het zelf Dynamic X Design. Dan zie je ook dat er een soort van X over de achterkant heen loopt. En ik moet heel eerlijk zeggen, het ziet er ook echt heel erg gaaf uit. Daarbij moet ik wel gelijk zeggen dat de telefoon is behoorlijk glad. Ik zou er heel snel eigenlijk een hoesje omheen doen, waardoor je het eigenlijk al niet meer ziet. Doe je dat niet, dan zal je eigenlijk ook altijd natuurlijk gewoon de vlekken zien van de vingerafdrukken. Daar is daar enorm gevoelig voor. Kijken we naar de voorkant, dan hebben we een 6,59-inch display. En wat gelijk opvalt, hij heeft dus geen inkepingen of randen. Dat is vrij bijzonder. Qua formaat is hij dan ook nog eens een keer bijna hetzelfde als een iPhone 11 Pro Max. En qua resolutie zit hij dan op 2340x1080. Heel erg netjes. En aan de onderkant vind je een headphone jack, USB-C aansluiting en een luidspreker. En qua accu is het hetzelfde als de andere modellen van de fabrikant. En dat is 4000 mAh. Wederom hetzelfde aantal inderdaad als een iPhone 11. En tot slot kan je hem dan nog bestellen met 4 of 6 werkgeheugen en 64 of 128 gig interne opslag. En die is uiteindelijk nog uit te breiden tot 512. En die komt dan samen met je simkaart hier bovenin de telefoon te zitten. Als we gaan kijken naar de vormgeving van de 9X, dan zie je dat de zijkanten mooi rond zijn afgewerkt. En daardoor ligt hij gewoon lekker fijn in de hand. Beetje hetzelfde als wat je misschien gewend bent van de Samsung modellen. De linkerkant is volledig glad. Daar zit geen enkele knop meer. En aan de rechterkant heb je de vergrendeling en de volumeknop. En achterop heb je vervolgens nog de vingerafdrukherkenning. Nieuw woord voor Galgje dit weekend. Bovenop tref je dan gelijk een speaker. Die gebruik je natuurlijk tijdens het bellen. En daar zit ook gelijk een probleempje. Want de speaker aan de onderkant is verbazingwekkend goed, echt heel erg goed zelfs. Maar er wordt dus geen combinatie gebruikt tussen de boven- en de onderspeaker op het moment dat je bijvoorbeeld een YouTube-video aan het kijken bent of eventueel Spotify aan hebt. Er komt alles alleen via de speaker van onderen. Waar zit dan het probleem? Nou ja, 9 van de 10 keer, op het moment dat je de telefoon staand gebruikt, dan zit je pink eronder als ondersteuning. En daarmee blokkeer je dus die luidspreker volledig. En voor horizontaal is dat hetzelfde. Op het moment dat je dus YouTube aanzet en je denkt, ga even een lekkere lange video kijken. Op het moment dat je hem beet houdt, 9 van de 10 keer, zitten je vingers daar om te ondersteunen. Dus dan moet je hem wel heel raar gaan beet houden om te zorgen dat je gewoon goed geluid hebt. En dan gaan we kijken naar het belangrijkste van de 9X. En dat zijn natuurlijk de camera's achterop. Je ziet er drie en die staan in een soort van stoplichtopstelling onder elkaar. En omdat je er drie ziet, kan je misschien denken, ik heb dus een tele, een superwijde en een normale. Dat is niet helemaal het geval. Als we beginnen bovenaan, dan heb je de 2 megapixel depth assist camera van een constant diafragma van f2.4. En de naam zegt het eigenlijk al, hij doet niets meer of minder dan assistentie bieden aan de camera die eronder zit. Dat is de beruchte 48 megapixel camera met een constant diafragma van f1.8. En daaronder zit de 8 megapixel super wide camera met een constant diafragma van f2.4. Die een kijkhoek heeft van 120 graden en wat overeenkomt met ongeveer 13 mm. Dat is dus ook wijder dan inderdaad op een iPhone 11 zit. En daardoor krijg je eerder ook een fisheye effect. En dan die selfiecamera waar ik in het begin natuurlijk al over had. Dat is een 16 megapixel camera met een constant diafragma van f2.2. En dan hoor ik je denken, ja, maar waar zit die dan? Want daardoor blijft dus die telefoon vrij van inkepingen. Hij zit weggewerkt in de telefoon. En op het moment dat je de knop indrukt, dan schuift hij als een soort van R2-D2, schuift hij er bovenuit. Dan hoor ik je denken, nou, dat kan dus wel makkelijk stuk gaan. Nou is dat wel
uitvoerig getest. En dan moet ik zeggen, het ziet er wel bijzonder sterk uit. En er zit ook nog eens een keer een mechanisme in dat als die voelt dat je de telefoon per ongeluk laat vallen, dus dat die veel sneller een beweging maakt, dan trekt hij zichzelf sneller in dan dat hij uitschuift. Dus dat is wel bijzonder. Hopelijk hebben jullie ook mijn eerdere video's gezien wat betreft mijn overstap van Mac naar PC. Voordat jullie namelijk gaan bashen in de comments, ja, maar je bent een Apple fanboy. Dat is niet helemaal waar. Ik bedoel, hier staat ook het Dell XPS 15 gewoon met Windows erop. En mijn werkpaard waar ik een video over heb gemaakt, heb ik nog steeds. En daar werk ik nog steeds heel erg graag op. Ik stond namelijk ook voor de keuze om op een gegeven moment te upgraden qua telefoon en de overstap naar Android te maken. Uiteindelijk heb ik dat niet gedaan. Dat is een heel ander verhaal. Maar wat gelijk weer opvalt op het moment dat ik met zo'n telefoon werk, zijn de mogelijkheden die je hebt bij de camera's. En dat zijn gewoon echt hele fijne mogelijkheden. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de diafragmafunctie, waarop je zelf het effect van de onscherpte kan bepalen. Feitelijk pas je niet het diafragma aan, want het is altijd de constant diafragma wat er in zo'n telefoon zit. Maar je kan in ieder geval de mate van het effect zelf bepalen. Heel erg leuk. Op het moment dat je naar het kopje meer gaat, kan je echt weer een pro-modus in. En daar kan je zelf weer de sluitertijd, ISO-waarde, belichtingscompensatie en de scherpte en zo bepalen. Bij Apple moet je daar in ieder geval een paar euro voorbij lappen voor een extra app. Dus dat is in ieder geval weer fijn dat hier gewoon weer standaard op zit. Daarbij zit er bijvoorbeeld een lichtschilderij preset op, want eigenlijk is het gewoon een versie van de nachtfunctie, waardoor de sluiter langer open blijft staan. Over die nachtfunctie gesproken, daar waren ze bij Honor tijdens de presentatie heel erg trots op van kijk, wij hebben een nachtfunctie op de 9X zitten en daarmee maak je betere foto's met de 48 megapixel camera bij nacht. Ja, daar is een deel van waar. Frustrerende voor mij is het dat ze zeggen dat doen we met de 48 megapixel camera. Dat klopt, je doet het met dezelfde camera, maar dat doe je niet in 48 megapixel. Want je ziet het eigenlijk al op de instelling. Op het moment dat je nacht selecteert en je drukt rechtsbovenin op het tandwieltje, dan zie je dat het gewoon in 8 megapixel gebeurt. Dus hè, marketing, altijd leuk. Maar de functie zelf doet het wel bijzonder goed. Dus op het moment dat je in een setting bent en het is zo donker dat je een iets langere sluitertijd wilt, dan gaat hij er heel creatief mee om. En het lijkt ook eerder op een soort van HDR-opname, waardoor hij meerdere belichtingen maakt en die samenvoegt tot één geheel. Het werkt eigenlijk alleen in scenario's dat er echt nul beweging is. Op het moment dat je zelf al iets te veel beweegt tijdens het fotomaken, of dat er een onderwerp in zit wat beweegt. En of dat dus inderdaad een persoon is, een auto, een fietser of wat dan ook. Dat gaat 100% bewogen door je beeld heen. Dus ja, gebruik het vooral in scenario's dat er echt heel weinig beweging is. En dan komt het inderdaad tot z'n recht. Mocht je echt specifiek een iets langere opname willen maken, dan kan je beter gewoon in de pro-modus je sluitertijd aanpassen. En dat moment waarop we hebben gewacht, we gaan die 48 megapixels even in volle glorie bewonderen. En wat gelijk opvalt, ik heb hier twee dezelfde foto's en eentje is geschoten op 12 megapixel en de andere op 48. Het grappige vind ik, even tussendoor, dat de telefoon heeft die 12 megapixel als standaard slash aanbevolen setting. Vind ik grappig dat de software zelf zegt van nee, deze moet je echt gebruiken. Terwijl natuurlijk de hele marketeers zeggen 48, nou ja, dat is zijde. Als je ze naast elkaar zet, is het eerste wat opvalt de resolutie. De 12 megapixel heeft een beeldverhouding van 4000 keer 3000 pixels. Hartstikke netjes, komt zelfs ook uit mijn fotocamera. En als we naar de 48 megapixel kijken, dan heb je een verhouding van 8000 keer 6000 pixels. Dat is echt gigantisch. Er is ook echt wel een verschil en zeker ook qua bestandsgrootte, want die van 48 megapixel die heeft een grootte van 30 MB. Koek koek. En die van 12 megapixel is 5 MB. Dus nee, daar zit echt een drastisch verschil in. Als we dan even kijken naar deze foto, ben ik zelf heel erg trots op. Even een duimpje geven als jij het ook vindt. Mooie herfstblaadjes, klaar daglicht, geen wind. Mooi geel, groen en oranje. Zit een mooie scherpteverloop naar de achtergrond. Daar heb ik vrij weinig voor hoeven doen. Dat deed hij zelf. Dus wederom complimenten aan de telefoon. Dat heeft hij prima gedaan. En de kleuren zelf vind ik ook bijzonder fijn om naar te kijken. Normaal is het bij Android en andere telefoons dat ik het iets te verzadigd vind. Dat is in dit geval niet zo. En qua detaillering vind ik hem ook echt bijzonder fijn. Ik zie echt enorm veel. En qua scherpte is die voor mijn gevoel ietsje te veel. Maar ja, zeker als deze telefoons zijn gericht op de iets jongere consument. Die hebben, als ze elkaar gefotograferen qua portret,
niet een hele gladde huid. Dus die zullen toch heel fijn zijn dat ze letterlijk elke porie straks kunnen tellen of kunnen gaan wegwerken. Maar dat het kan en dat het erop zit, heel erg netjes. Het nadeel aan die 48 megapixel is dat je, wederom, het gebeurt softwarematig. En ze maken dus meerdere foto's tegelijkertijd. De telefoon zegt het ook, van houd de telefoon goed stil tijdens deze opname. En je ziet ook even verschuivingen, zeg maar, dat die meerdere foto's aan het maken is. En die plakt die op elkaar, over elkaar en noem het allemaal in elkaar. En daardoor kom je dus in één keer, tada, aan een 48 megapixel foto. Bijzonder, want net zoals in dit geval met die herfstblaadjes werkt het prima. Maar je moet dus echt weer opletten dat je onderwerpen moet kiezen die niet bewegen. En dan inderdaad, ja, kan je 48 megapixel kunstmatig gebruiken. Als we dan gaan kijken naar die 8 megapixel superwijde camera, dan valt eigenlijk gelijk op dat die een soort van GoPro fisheye-achtig effect heeft. Ik heb hier een foto gemaakt van het interieur van mijn Land Rover. En dan zie je eigenlijk al aan de lijsten bovenaan en de dorpel onderaan dat die heel erg krom begint te trekken. En dat is natuurlijk het typische effect van groothoekcamera op het moment dat je te dicht op je onderwerp zit. Ook al sta je ietsje verder weg met deze camera, je zal altijd zien dat hij de hoeken wat krommer gaat trekken. Maar ja, daardoor kan je bijvoorbeeld wel weer, ik heb hier een foto achter op stuur gemaakt. Stilstaand jongens, altijd stilstaan. Dan zie je wel meer als dat je ooit voorheen zag met een normale camera. Dus ja, het kan. Daar moet ik wel gelijk bij zeggen dat de kwaliteit is wel van die camera echt het minste ten opzichte van die andere. Want op het moment dat het licht ietsje moeilijker wordt, of net zoals hier bij het interieur van die Land Rover, zie je gewoon bij de zwarte partijen dat het heel erg samengedrukt is, heel erg plat, begint al een beetje korrelig, vies te worden. En er zit lang niet zoveel detail in als bij die 12 megapixel variant. Maar ja, het kan. Leuk voor sommige scenario's, maar daar blijft het ook bij. En dan heb je nog die Depth Assist camera en daarmee kan je dus in die portretmodus wat onscherpe achtergronden creëren, alsof dat dus echt door een fotocamera is gedaan. Wederom, dat gebeurt softwarematig in combinatie met die assistentiecamera. En dat ziet er op zich netjes uit. Dus verder weinig op aan te merken. Het moeilijke van dat soort dingen is dat ze proberen heel snel onderscheid te maken tussen de voorgrond en de achtergrond. En nou heb ik hier een foto van mij die Lieselotte heeft gemaakt. Daar zie je eigenlijk al dat hij om mijn haarlijn heen probeert gelijk af te snijden en zoveel mogelijk onscherpte probeert te creëren. Nou heb ik nog vrij makkelijk haar, maar op het moment dat je natuurlijk krullen of lange haar of wat dan ook hebt en het wordt al ietsje moeilijker, dan zal je daar echt van die kartelrandjes om me heen zien alsof die je gewoon slecht heeft uitgeknipt. Dus ja, het kan. En je kan zelf achteraf dan natuurlijk ook nog eens een keer de effecten aanpassen. Gewoon een grappige functie dat die erbij zit. Dan gaan we gelijk nog even door naar de videofuncties van de 9X. En dan snap je eigenlijk ook gelijk waarom die maar €200 kost. Hij kan maximaal 1080p, dus gewoon full HD, tot 60 of 30 frames per seconde. Geen andere frame rates, dat is een beetje apart. En wat ik persoonlijk weer heel erg jammer vind, is dat alle mogelijkheden die je hebt in fotomodus, dus echt presets, keuzemenu's, instellingen, diafragma's, noem het allemaal op, zit gewoon helemaal niks in videomodus. Dat is dan weer raar. Gewoon echt alleen aan en uit en that's it. Wederom grappig dat de software geeft aan dat de 4K alleen mogelijk zou zijn als alle functies en zo uitstaan. Terwijl er is gewoon helemaal geen 4K mogelijkheid. Grappig wederom dat die software gewoon één op één wordt overgenomen en ja, dus niet wordt aangepast. Qua sensor en camera zou die het ongetwijfeld aankunnen. Maar ja, dan gaat hij natuurlijk concurreren met de rest van de modellen. Dan eindelijk het antwoord. Waarom is die maar €199? Nou, dat is dus maar tijdelijk. Dat gebeurt dus tijdens een onthullingssale, een flash sale zoals we het zelf noemen. En dat gebeurt op 31 oktober om 10 uur 's morgens online. En dan kan je die telefoon dus voor €199 aanschaffen. Dat gebeurt dus alleen die dag. En vrijwel daarna is die dan €299, gelijk €100 erbovenop. Dus nou ja, wederom leuk dat ze zo'n gigantische sale doen, er echt gelijk €100 eraf te halen. En maar daaraan wordt hij dus inderdaad gelijk weer een derde duurder, €300. En dan komen we weer aan het einde van deze video. Rammel vast even op die abonneerknop. Is het dan een goede telefoon voor die €199 of €299? Nou ja, zeker als je voor die €199 op de kop weet te tikken, is het natuurlijk bijzonder veel telefoon voor je geld. Je moet alleen op een paar zaken heel erg goed opletten. Die camera's, ja, ze kunnen in sommige omstandigheden heel krachtig zijn en voor de rest zijn ze gewoon gemiddeld. Vooral als je bijvoorbeeld je kinderen fotografeert en daar wil je later op terugkijken, dan is dit niet de telefoon die ik zou kiezen.
Als het een werktelefoon is of gewoon een telefoon voor door de week normaal gebruik, snelle selfie, kantoor of eventueel inderdaad voor een tiener. Ja, weet je, meer dan prima. Die 4000 mAh accu, hartstikke sterk en die zorgt er echt wel voor dat je er heel erg lang mee kan doen zonder opnieuw op te laden. De speaker is naar mijn idee toch echt wel een serieus minpuntje. Tenzij je dan weer vaak gebruik maakt van een koptelefoon in combinatie met die headphone jack. Maar verder dan dat, het formaat is heel erg goed. Het scherm is heel erg fijn dat er gewoon echt letterlijk geen inkeping in zit. Dus ja, voor dat bedrag krijg je echt wel heel erg veel telefoon voor je geld. Dus ik zou hem van harte aan kunnen bevelen. Heel erg bedankt voor het kijken. Laat vooral ook even weten in de reacties wat jij ervan vindt. En tot de volgende video dan maar weer.